Hoi. Mensen, ik ben hier in de kelderruimte van de voormalige Meisjesmulle in de Baronstraat op de Lichtenberg. En ik ben hier te gast bij de schietvereniging De Doeltreffers. En dat is de vereniging die hij gehuisvest is. En dat is ook de vereniging die zich aan Ugh wil vuurstellen. En dat doen we middels een gesprek, interview, met de voorzitter van die vereniging, de heer Frans Pluimers. Correct. Nou, welkom allereerst. Onze vereniging is in 1992 opgericht. Nadat ze in kerkraden eerst lid zijn geweest bij de Groenstraat. En toen is toen vrijgel ontstangen in die vereniging. En toen zijn ze met een paar man zijn ze uiteindelijk hier beland. En een van de oprichters destijds was Mai Teunissen. Waar destijds een Nederlands kampioen geworden. Een klein kalibergeweer, een hele goede schutter. De mensen leven helaas niet meer. En naderhand zijn natuurlijk veel meer mensen lid geworden. Bestond dus vanaf 1992. Ons ledenaantal dat varieert tussen de 50 en de 55 mensen. En dat kunnen ene keer een jaar 50 zijn, een ander jaar wel 55. Soms net overeen, soms net eronder. Maar dat is wel het gemiddelde wat we ongeveer hebben. Verschieten hier met luchtgeweer, luchtpistool, kleinkalibergeweer, kleinkaliberpistool en kleinkaliberkarabijn. Grotere kalibers mogen we hier niet schieten. Luchtgeweer en luchtpistool is op 10 meter afstand. En kleinkaliberpistool is ook op 10 meter. En de overige disciplines is op 12 meter. Als men hier lid wil worden, dan komt men in allereerste instantie in gesprek natuurlijk met de secretaris of met de voorzitter. Als er nog lang wie er tijd voor heeft. In een gesprek stelt de persoon in kwestie weer een vraag gesteld van wat hij aan het schietsport wil gaan doen. Dan doen wij ook ons boordje. Een van de voorwaarden om lid te mogen worden is dat je een verklaring omtrent gedrag moet kunnen overtonen. Yep. Het oude bekende bewijs van goed gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag heet het weer in Den Haag. En normaal gesproken, mensen daar niks op die kerfstokhubs, krijgen ze dat altijd uitgereikt. Dus het Noorden aanmelding is een soort overgangsjaar voordat ze definitief lid mag zijn. Dan in die periode beoordeelt de ballotagecommissie of zich inderdaad ook werkelijk gedreugd zich neet. Dan is helaas door de deur en dan ben je nog welkom. Want de uitspraak van de ballotagecommissie is binnen. Dat conformeren we voor ons als bestuur aan. We hebben die bewust in het leven geroepen. Omdat we toch een paar mensen willen hebben die moeten op het bestuur daar ook een zeggenschap over gekozen hebben. En ja, dat werd zeer gewaardeerd door de leden. Oké. Okay. Dus is er een bepaalde leeftijd? Nou, een bepaalde leeftijd is er eigenlijk niet. Het varieert eigenlijk. Als ze heel erg jong beginnen, zijn ze 10, 12 jaar. En tot in de 80 Had dat gesplitst in jeugd en senioren? Landelijk is dat gesplitst tussen jeugd en senioren en veteranen. Junioren D is dat zelfs. Dat is tot 12 jaar. Mm-hmm. Dan op junioren B, dat is tot 14 jaar. En dan op junioren A, is dat 18 jaar. Mm. En vanaf het seizoen begon dat ze 21 was ze senior. Mm-hmm. En in het seizoen dat ze 55 was, dan was ze veteraan. Oh. Dus landelijk is dat zo geregeld. Mm-hmm. Je zegt, je hebt van 40 tot 50 leden. Mm-hmm. Is dat een grote vereniging daar in de schietenwereld? In het zuiden van Limburg is dat een vrij grote groep. Ja. Ik denk dat we misschien wel de grootste vereniging zijn. Ja. Okay. En hoeveel zijn er dan in Limburg? Hoeveel verenigingen zijn er ongeveer in Limburg? Geen idee. Nee. Geen enkel idee? Kijk, er zijn ook kerkraden zitten er ook een aantal verenigingen, maar die schieten voornamelijk met vuurwapen. Ja. En dat zijn grootkaliber verenigingen, want ik heb geen idee hoeveel leden dat er zijn. Maar we zijn allemaal aangesloten bij de KNSA, dat is de landelijke bond. En die heeft ongeveer een 37.000 leden. En speel je erin in competitie? Nou, er zijn landelijk zijn er toernooien. Die er georganiseerd werden. Het is eigenlijk open toernooi, iedereen kan eraan meedoen. Voor de jeugd is er wel een juniorencompetitie in het district. En het district bovenin in Schieten, dat is Limburg, Brabant en Zeeland. En de jeugd mocht aan deelnemen, is een gratis deelname.
Maar dat betekent wel dat ze een x-aantal wedstrijden meestal de Brabantse in moeten gaan. Want daar willen toch wel er zijn toch wel reizen aan verbonden? Ja, reizen zijn er zeker aan verbonden. Omdat we met weinig verenigingen qua lucht zijn in de Limburgse, moesten eigenlijk altijd minimaal naar Brabant rijden. Minimaal, joh. Ja. Er had een vereniging, en ik begreep, tenminste, ik had het af en toe het gelezen van die wereld, er had ook nogal redelijk successen gehaald als vereniging. Ja, kunnen we daardoor een schit van aanhalen? Tuurlijk, we hebben best wel goede successen gehad van leden. Toevallig liep daar in het t-shirtje. Dus het ook bij de Wier Junior War, een van de betere van Nederland. Nee. Toevallig mijn dochter ook nog, die shirt ook hier. En achterop is natuurlijk de bekendste van Nederland. Dus Peter Hellebrand is Nederland heeft er vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Londen, waar de vierde plaats heeft gehaald in de finale. Ja, ga je lezen, is hij net gestopt? Is hij ook lid, hé? Hij is wel nog altijd lid. Is gestopt met internationaal schieten. Hij heeft nu, even kijken, 2 maanden geleden, heeft er nog de laatste wedstrijd geschoten in Osijek in Kroatië. Daar worden de Europese kampioenschappen. Daar koos hij zich nog eventueel kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja. Hij heeft er zich net niet gekwalificeerd. Ja. Ja, maar dan heeft er ook gezegd van, nu is het ook goed. Dat dus, ik moest ook begrijpen, ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. Peter is ook inmiddels 34 gelijvig. Ja. En ook een gezin. En ja, goed, op een gegeven moment moest hij ook voor een gezin gaan kiezen. Ja, uiteraard. Ja, en ook de baan, natuurlijk. Ja. Ja, dat heeft heel lang heeft er eigenlijk geen baan gehad. Wordt er een beetje gesubsidieerd door het NOC-NSF. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook geen vetpot. En op een gegeven moment hield dat natuurlijk op. En wij zijn momenteel dan, hadden we van talent, er zat, nou, dat zou er wel kunnen uitgroeien, wel nonne, volgende ja, Peter. Nou, een volgende Peter, ja. Ja, we hebben wel een meidje. Ja. Dat is weliswaar een Belgisch meidje, dat zit hij ook. Die gaat wel naar de Olympische Spelen. Oh. Die heeft zich dus wel in Oostenrijk gekwalificeerd, bij de dames. Dus die vertrekt vrijdagavond naar Tokio. En wint het goed dus. En dan werd dan de finale uitgezonden, want de live wedstrijden werden uitgezonden, dat is niet interessant. Ja. Ja. Kijk, de finale wedstrijd, dat zijn er maar 8 shutters. Mm-hmm. En de beste 8 ervan, die gaan dus naar de finale. En dat is een afvalrace. Mm-hmm. Wat ik zag, competitie spelend, dat zijn teams. Wie goed, met hoeveel man is zo'n team mee? Korps, wie is dat eigenlijk nu mee? Of korps? Ja, is dat korps. Naam? Dat zijn drie shutters. Drie schutters, ja. En, maar dan mogen ze ook eventueel, de meeste doen individueel schieten. Ja, oké. Ja. En ja, de puntentelling, wie geeft dat? Ja, wens ze winst, is dat hetzelfde wie een aangespoord? 2 punten of 3 punten? Nee, of werden gewoon de resultaten opgeteld? Ja, wie al zei, dat zijn allemaal toernooien. Ja. En op zo'n toernooi zit iedereen maar 1 wedstrijd. En de hoogste schutter, de hoogste had gewonnen. 1, 2 of 3, die hebben eremetaal. En ja, de puntentelling is van 0 tot 10,9. Mm-hmm. Want vroeger deden ze op hele punten waarderen. Maar nu werd op 10e punten gewaardeerd. Okay. Zodat ze makkelijker een schifting kunnen krijgen. En die op het laatste van de competitie, zeg maar, de meeste punten had, is kampioen? Nee. Die toernooien, daar kan ze een zogenaamde rankingplaats mee halen. De beste, even kijken, beste 5 is normaal gesproken tellen voor die ranking. Mm-hmm. Ook al hebben ze 30 wedstrijden geschoten, die werden de andere slechtste wedstrijden die werden gewoon afgetrokken. En de beste daarvan, die tellen voor de ranking. Okay. Nu, omdat er COVID is geweest, hebben ze het afgelopen jaar gezegd van, ja, omdat er bijna geen wedstrijden zijn geweest, de tellen van de 3 wedstrijden. Mm-hmm. Het wapen, is dat van de vereniging of moesten ze dat zelf aanschaffen? Nou, wat de vuurwapenschutters betreft, die hebben dus uiteraard een vergunning. Die hebben een eigen wapen, want zonder eigen wapen kunnen ze geen vergunning aanvragen. Oftewel een verlof, dat heet een verlof. Een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, heet dat officieel. En de luchtschutters, die mogen ook een eigen geweer hebben, maar als ze beginnend schutter zijn, dan kunnen ze met een verenigingswapen schieten. Okay. En dat doen we ook met nieuwe schutters die vuurwapen willen gaan schieten. Die moeten bij ons ten alle tijden eerst met lucht beginnen. Mm. Want dat is het beginnen van schieten eigenlijk. Want daar leert ze de beste techniek mee. Ja. En ook al is het wapen van dich, wat ze het zelf aangeschaft was, mag ze het met naar nemen of moet dat hij in de vereniging en in een kas of wie dich opgesloten werden? In principe neemt iedereen zijn eigen geweer met. Ja, want ja goed, dan mogen ze wapens nooit onbeheerd achterlaten. Dat kennen we hier dus niet. Ja, dus alle schutters nemen hun eigen wapens met naar huis. Is het eigenlijk een dure sport? Ja, wat is duur, hè?
Paardrijden is ook duur. Ja, joh. Maar kan ze het vergelijken bijvoorbeeld met volleybal of voetbal? Nee, was het tientje, contributie betaald? Qua contributie vult het allemaal best wel nut. Ja, het inschrijfgeld van de bond, dat is het duurste op jaarbasis, zeg maar. Dat betaalt 42,50 op jaarbasis voor de KNSA. Als ze nu lid werd van de KNSA, betaalt ze entreegeld, dat is toevallig ook 42,50. En de verenigingscontributie is 5 euro. 10 euro, wordt dat verkweet. Maar de aanschaf liet me erg duur dan. Ja, ook dat kunnen ze zo duur maken als ze zelf wil, natuurlijk. Voor beginnend schutters die geen eigen wapen hebben, die kunnen dus voor 2,50 per maand een wapen. Gebruik maken van een verenigingswapen. Maar na een bepaalde tijd wordt meestal toch van de meester verlangd dat ze toch wel een eigen wapen kunnen aanschaffen. Want ja, dan kunnen ze met een verenigingswapen zitten, maar dan kunnen ze nooit op zichzelf gaan instellen, natuurlijk. Het vizier werd iedere keer door. Ingesteld. Okay. Met een eigen wapen, deze uiteraard vind ik zelf. Nou ja. En ja, duur. Ja, als ze begint met een goedkoop luchtgeweer of een luchtpistool, dan moet ze toch minimaal 450, 500 euro gaan tellen. Dus daar begint ze mee eigenlijk. Dat begint ze eigenlijk wel met, ja. Maar ja, dat haast ze dan wel, denk ik, een paar jaar. Als ze fatsoenlijk mee omgeeft, dan kan ze bij wijze van spreken de hele leven ermee zitten. Okay. Dat is natuurlijk wel het onderhoud nodig. En ja, de uitrusting, ja, misschien dat we het dadelijk ook nog gaan zien, een schietpak kan ze kopen. Dat is een soort, ja, binnen een harnas, zeg maar, dat vult ze niet om. Dat kunnen omdat ze gewoon steun in de rug en de benen moesten hebben, want dan moesten toch 60 schoten achter elkaar in dezelfde houding. Mm-hmm. Probeer maar zo met een geweer te stoppen, anderhalf uur lang, hè. Ja. En van mij goed, denk ik, de laatste vraag die gauw is, wat moest ze eigenlijk van eigenschappen hebben van een gouden schutter te zien? Nou, je moet luisteren wat er allemaal verteld werd door de trainer. Ja. Dat begint ermee. De eerste les wordt eerst over veiligheid werd gekald. Want de leup moet altijd naar voren gericht zijn. Je moet nooit zwijgen. Ja. En zodat deze, heb je zodra ik een dwars om de oren. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. We stellen hoge eisen aan de veiligheid. We willen niet in beeld komen van, bij doeltreffers is dit gebeurd. Absoluut niet. We hebben nog nooit gehad en dat willen we ook zo houden. Wat is dan nog een goede eigenschap? Dus luisteren heb ik gezegd. Concentratie. Dus je moest ze leren concentreren. Ja. Ja. Je moest toch ook best wel een goed zicht eigenlijk wel hebben. Kijk, brildragend kind rustig, maar dan moest blind zou ze ook kunnen zien. Want zelfs voor blinden zijn er speciale methodes. Oh. Er krijgt een sensor op het wapen gezet en een sensor veel bij het doel. En hoe hoger de toon is, hoe korter dat ze naar het midden komt. En dan moest ze natuurlijk op het juiste moment proberen af te drukken. Ja. Op de hoogste toon. Ja, een fractie van een seconde. Over een tiende seconde te zien, dan zit ze al zo'n stuk erneven. Dus ik heb het een paar keer gezien, maar ik heb er echt bewondering voor de blinde mensen. Ook zelfs voor gehandicapten, ook, een rolstoel of wat dan ook. Ja. Ik ken het ook allemaal. Ja, zeg maar. Nou, en voor die verenigingen die zich op wilt gaan geven, waar moeten ze zich opgeven? Nou, dat zou in principe via onze website kunnen zijn. Daar kunnen ze info, www.svdoeltreffers.nl. Daar is een formulier, kunnen ze info, kunnen ze gegevens vragen om eventueel lid te worden of misschien interesse om te komen kijken of wat dan ook. Kijk, dat doen we sowieso. Ik kreeg nu vrij regelmatig wel mailtjes van, ik wil eens een proefles hebben. Ja. Maar goed, we beginnen niet zomaar aan een proefles. We willen eerst eens weten wat voor persoon dat was. Toevallig hadden we vandaag weer een vrij jongere jong, dat was 14 jaar. Heb ik geantwoord, ik zeg, als er een kums, willen we wel een van de ouders erbij hebben. Want die is minderjarig. Ja. 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 Dus we willen ook weten dat de ouders erachter staan. Ja, uiteraard. Ja, want er zijn nog genoeg schietverenigingen die dagelijks hebben gestaan. Ja, dan moesten we oppassen. Nou, dat zijn eigenlijk alle vragen die ik had. Had hier nog wat er hier naar vuur wil brengen? Ik ga je zo nodig om te komen kijken op de banen. Ja, uiteraard gewoon voor dat toe. Ja. Nou, mag ik dat bedanken voor het gesprek. Ja. En dinges. En mag ik uw kijkers dan ook bedanken en tot de volgende keer. Dank je wel. Tot ziens.